laten zien, Bart. Mooi. Echte Theo Theo. Mooi, hè? Heb Theo Theo gemaakt. En hier ingelaten zo. Nou, dat doet niks. Er ook eentje, maar die is niet ingelaten. Nou ja, er komt ook niet zoveel kracht op hier, hoor. Het is nu geen straf om hier te werken. En altijd gemompeld van al die toeristen op de achtergrond. Ja. Het is net of je op vakantie bent. Op een camping. Ja. Alleen de mollen staan stil. Ja. Oh, er zit geen bus in. Nee. Die is los. Zo. Zo.
Nou, hij is vrij. Dan laat ik hem zo verhangen, want dan kan ik het karretje eronder doen. Ja. En dan weg te rijden. Goedemorgen Bart. Hey Ed. Wat ben je aan het doen? Nou, na de vakantie had ik natuurlijk gelijk die staartbalk eraf gehaald. Ja. En toen keek ik nog eens naar binnen en toen viel me plotseling pas op dat die koningsstijl, die stijl die de koning draagt, ja? Dus eigenlijk het volledige gewicht van de molen, ja? Staat helemaal aan de zijkant op die sleutelbalk. Ja. En dat had ik nooit gezien, omdat als de vloer erin zit, ja, dan zie je dat natuurlijk niet. Maar kijk, ik heb hem nu al een beetje naar het midden. Maar je begrijpt best dat als je natuurlijk... ik zal het anders wel even tekenen in de keet. Of ja. Je hebt zo het lage, zeg maar, zo'n beetje bol is dat, de koning. Ja. Daarop ligt die sleutelbalk. Ja. En die sleutelbalk die lag helemaal zo. Scheef. Zie je dat? En hij droeg dus maar aan één kant op het lager. Dus ja, 40 ja. Ton zo'n beetje draagt zo helemaal scheef. En hoe kwam dat? Die koningsstijl die stond helemaal met de zijkant gelijk hier. Ja, die... En dat is natuurlijk een groot probleem. En vandaar hij ook helemaal scheef zat. Daarom was hij helemaal scheef gebogen. Maar vooral de belasting op dat lager is natuurlijk dramatisch. Ja, ja, ja. Maar wat is nog meer... aan de hand, als dat ding helemaal zo scheef staat en toch loodrecht, betekent het dat de hele molen verschoven is. Ja, 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 ja. En dat was al mijn vermoeden, omdat die twee stijlen aan de nu zuidkant veel zwaarder belast waren als die stijlen. Want als het gewicht, dat is een enorme gewichtsverplaatsing van de as, van de wieken, van de kraan, alles. Als je zo die cirkel hebt, je hebt zo de cirkel van de overring. Ja. Ligt die staart, ligt hier in het midden in. Die zit in het midden in dat lager. Ja. Deze kotstijlen liggen hier. Ja. Je kan natuurlijk niet zeggen, nou dan verdraai ik de staart toch even dat die in het midden staat. Dat dingetje staat nu aan één zijkant. Nee, want dat lager komt dan uit het midden, de onderkant van het lager. Dus wat moest er gebeuren? Deze kotstijl moest zeg maar hierheen. Dit is het nulpunt, hier is gedraaid die op. En deze kotstijl moest hierheen. En dan gaat hij ook die kant op schuiven. En dat was ook aan de hand waarom hij tegen die muur aanliep. Dus die twee kotstijlen gaan zo. En doordat je dan die hele molen verkruid over de overring, verschuift die koning naar het midden. En daar ben je nu mee maar bezig. Maar dat is natuurlijk makkelijk gezegd. Ja, maar dat precies. Is gigantisch. Dus dat is heel lastig. En wat ik nu gedaan heb, is ik heb dat... hoekpunt daar als nulpunt gehouden, omdat hij daar op zijn oude cape nog helemaal goed ligt. Ja. Hier staat een domme kracht op, die drukt hem en die kant om en naar binnen. En naar binnen. En deze domme kracht staat precies zo dat hij hem alleen maar deze kant op drukt. En dan zit deze takel er nog aan om hem deze kant op te halen. Ja, ik zie het. Dan krik ik hem in het midden op, ja. Dan vertrek ik hem een stukje, ja. En dan gaat die koningsstijl helemaal scheef staan. Dan wieg ik hem weer op. Laat ik de koningsstijl zakken, dat ik hem weer neutraal kan hangen. Dus ik ga hem nu zo meteen, haal ik die oliekriks eraf en dan trek ik die koningsstijl weer neutraal. Dat hij meer naar het midden van dat ding gaat. Ja, ja. Kijk, en hij is nu al voor de helft gegaan, hè? Want hij stond helemaal nog veel meer. Ja, dat heb ik gezien gisteren. Ja. Dus het wordt nu al beter. Tjonge. Maar dat was eigenlijk het euvel, waardoor dat lager wordt natuurlijk extreem raar belast. Die koningsstijl, dat blok hout, wordt als het dus... altijd maar aan één kant belast. Dat is natuurlijk ontzettend verkeerd. En weet je wat nou mijn theorie is waarom dit gebeurd is? Nou? Ze hadden origineel, konden ze natuurlijk niet met olievijzels omhoog krikken. Nee. Maar er zat hier een enorm grote wig in. Ja. En die heiden ze die kant op. Klopt.
Nou, dan haal je natuurlijk die stijl die kant op. En dan gaat met de tijd de hele molen die kant op. Waardoor die dus die overring ook helemaal niet meer uit de ronding gedrukt had. Nee, precies een keer bij de otter. Bij de otter nog, zie je? Bij de otter. Kijk, en die balk is helemaal verkanteld. Waardoor die ook die overring helemaal omhoog had getrokken daar. Ja. Dus dit is echt eigenlijk de hoofdoorzaak van wat er aan mis was. En dat had ik eigenlijk nooit gezien. Want normaal is dit gewoon helemaal een vloer. Ja, dus zie je niet op die staan. Nee. Maar ze hebben hem natuurlijk continu aangewicht. Ja, want het is inderdaad één grote wig is het. Een hele grote dik. Die zit eigenlijk hier helemaal niet gesteund. Die kan met de tijd zwaaien. Gaat het hele molengebouw schrankt eigenlijk. Ja. En dat probeer ik nu in een dag terug te trekken. Maar ik zit nu al meer op de helft. Want hier moet hij dus zeg maar 10 centimeter opschuiven. Die staan 10 centimeter binnen. Maar omdat dit het hart is, moet het eind 20 centimeter naar binnen. Want dat is natuurlijk een cirkelboog. Ja, precies. En ik zit nu op 10 aan de buitenkant. En een centimeter of 5, 6 hier. Dus de helft. Nee, ik ben verder. Maar dit gaat hem behoorlijk, doet hem behoorlijk opknappen. Want weet je wat er ook nog aan de hand is? Doordat het hele ding zo was, stonden ook al die zageleiders. Dat waren die zware balken. Ja. Die stonden ook allemaal helemaal aan de buitenkant. Ja. Maar nu ik hem terug ga trekken, komen die natuurlijk ook een stuk meer in het midden op die balk. Ja. Maar je ziet het hier al, hoe die opgeschoven is. Die trekstang heb ik afgezet. Wacht even, pak. Hier zie je die trekstang nog. En hier ja. Dus we zijn dit al om. En dat is al 12 centimeter? Ja, meer dan 14. Maar ik hou het overal in de gaten. Ik heb van tevoren eerst overal nulpunten opgezet. Ja. En dan hou ik het elke keer in de gaten. En dan krik ik hem daar af en toe op. Want daar, dat is dus wel gunstig. Deze potbalk, die schuift nu steeds verder weer naar voren. Want je kon ook zien dat hier zit een hele ruimte tussen. Ja. Dus van achter, en daardoor liep ook die gevel, die weeg, die liep gewoon helemaal op de muur. Oké. Ja. Dus die borst hier was ook helemaal, liep ook helemaal aan. Ja, dus dat wordt nu ook weer beter. Yes. En dan morgen of zo, dan haal ik die, als dit klaar is, zet ik hem neer aan de buitenkanten. Ja. En dan haal ik die hele staartbalk eruit. Dus dan deze hele staartbalk? Ja, die keer ik om. En als die omgekeerd is, ga ik dat lager vernieuwen en die oplegpunten weer vlak maken. Zo, dat één vlak. Ja. Dus die moet die naald, die borstnaald ook helemaal opgevangen worden. Ja, die zit worden. Al los, kijk maar. Oh, die zit al los. Ja. Doordat die molen omhoog staat, kijk. Zie je. Oh ja. Dus die, er zit daar een. En die hoef ik niet eens te schoren, want al die planken die erop gespijkerd zitten, ja, die schoren mij. Ja. Dus die wordt al opgevangen in principe. Ja, maar dat is eigenlijk het passerpunt waar die hele vierkante kast omheen schroeft. Die blijft op zijn plek, want die zat goed. Ja. Oh, en hier zien we die schijf lopen ook eventjes. Dat een speciale mechanisme. Ja, dat is ook echt 19e eeuwse. Ja, precies. Met de koppeling hier ook, met de keerkoppeling. Wat een giller, hè. Daar kunnen ze dus alleen mee terug. Oh ja, zoals dat hout allemaal naar elkaar toe komt, hè. Je gaat er allemaal wiggen onderslaan, Bart. Ja, want het nadeel is wel dat mijn verbindingen nou niet meer passen. Die, nee, dat heb ik gezien. Ja, die verbindingen die. Metertje, Bart. Een meter. Oh ja. Dit is start. Ja. Weer een streuk. Waar ben je gestart? Hier. Oké. Zo, dit is al een stuk, hè. Wolk. Dit is het startpunt. Ja. En hier is hij nu. Dat is een centimeter of 14. Wat is hem nou aan het laten zakken? Mooi hem kraken. Jij ziet hem bewegen. Ja. Of hem, die stijl. Ja. Hij heeft weer een streepje gezet, Bart. Dus hij kan straks zien. Ga die krikker er niet neerzetten. Dat ding even een
gaan. Hé? Ja. Nou, hoef je hem niet gaan. Oh, zo. Moet je wel op hebben? Nou, joh. Kijk eens even. Zo'n centimeter of twee, drie. Nou, dan kom maar op. En dan ga je de wiggetjes tussen zetten. Ja, dan haal ik er dan ook weer uit. Dan zwaait hij straks weer een stukje terug natuurlijk. Ja. Ik zwaai hem nu naar het midden. Dan zet ik die kriks er weer onder. Net zolang tot die exact in het midden zit. Ja. Hij zit nou redelijk al in de buurt hoor. Kijk eens, hè. Ja, haar vrij, hè, die koningstijl. Ja, moment. Ja. Wat de bedoeling is met haar. Nou, hij is er. Is hij, hè? Maar dan moet de buitenkant nog wel een stukje. Maar hij staat nu nog uit het open gaan. Nou, hij staat nu uit het loop. En dan trek ik die molen nog een stukje verder tot hij straks te lood staat. Dus dan staat hij en in het midden van die balk en hij staat te lood. Dus dan klopt het. Ja. Ik merk gewoon het weerstandsverschil welke meer druk, zeg maar. Ja, ja. Ja, je hoort alles kraken hoor. Dan loop ik weer een rondje en dan kijk ik overal weer naar. Oh. Ja, ja, je moet altijd even diagonaal dan, kruislinks. Als je een stempel bent, ga je altijd kruislinks. Ja. Zo, en dan is dat. Ja. Nou, het is een beetje alternatief kruien. Ja, ja, dat kan je wel zeggen, ja. Alternatief kruien.
De hoogste van de lucht. Hey, goedemorgen Bart. Nou, hij is er bijna uit, dit, die staart, sleutelbalk. Ik zie het. Ik heb natuurlijk even op je gewacht, hij hangt al helemaal scheef, hè? Want de molen is nu zo ver gericht dat die koningsstijl exact de lood boven die staart hier. Ja. En de slof heb je ook eronderuit? Alles is eronderuit. Dus nu heb ik twee takels. Dan sleep ik hem een stukje naar voren van de borst af. Ja. En daar nou keer ik hem op. En nou kun je ook mooi zien die plaat. Ja, zo meteen kun je het goed nee, zien. Die plaat, dat die scheef is. Oh ja. Zie je het? Ja. Ja, ik zie het. Dus die platen, die offerplaten hebben ze dan kan je zien dat het al heel lang is. Heel lang scheef stond, want ze hebben hem op die manier recht gezet. Ja. Je hebt hem. Oh. Kijk, de schuif is los van de borstnaald komen natuurlijk. Oké. Okay. Kijk, de helft, dan heb je hem overal zitten schietjes in. Ja, ja, ja. Hij beweegt een beetje, Bart. Ja, hij is eruit nu. Zie je? Ja. Nou, als je erin moet, doe ik hem nog een klein stukje slepen naar voren. Anders kan ik hem niet omkeren zonder dat hij de borst beschadigt. Kijk, sluit dan. Mooie verbinding, hè, dit. Ja. Dat komt allemaal omdat ik die ketting daar precies zo heb gehangen. Dat als hij neutraal is, dus de lood, dat die balk goed ligt. Snap je? Ja. Dus dan sleep je daar zelf heen. En dat doe je. Kruip doorstaan. Ja, dat is het hier wel. Maar gelukkig dat we 18 zijn, hè? Ja. Die zal toch 65 zijn? Ik denk het eigenlijk niet, nee. Ja, de bedoeling is dat je hem ook nog gaat keren, hè? Ik keer hem zo meteen. Dat je de onderkant gaat zien. Hij gaat zo meteen al zelf keren als ik hem laat zakken. Oké. Okay. Ja, hij steunt hier al op de overing. De koning 2. Ja, die hoor. Hij is er bijna. Hier zie je het. Nog even. Thank you.
neerleggen. Oh, die gaan hem zo plat neerleggen. Ja, staat er weer op van. Snap je dat hij weer even staat? Ja, precies. Zo, hé. Kijk, er zit een bout. Ja, die steekt helemaal uit. Nou, hij is helemaal opgevroten. Hij is helemaal opgevroten, ja. Kijk hoe dik die eigenlijk hoort te zijn. En dat komt natuurlijk door dat... Allemaal van de nood. Ja. Moet je kijken hoe ondiep die met een dingetje zit. Ja. En dit gaat veel groter. Ja. Er zit wel een soort bronzen plaat tussen. Toch wel, een bronzen plaat. Zonder dat ze dit zo ingekeept hebben. Die bal ik gewoon op de volledige dikte moet halen. Dus ja, dat is het mooiste. Dit verzwakt hem zo ontzettend. Ja. Ja. Dus het is een bronzen plaat? Ja. Oh jee. Maar het is helemaal ingefroten met dat stalen dingetje wat erop staat. Dat losse dingetje met de ja, 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 ja. Waar zit dat? Dat ligt daar. Oké. Okay. Oh, dat ligt daar al. Ja, ik zie het apparaatje. Wat? Kijk, en omdat die balk zo ontzettend ingekeept is, kijk, naar mijn idee hoort er oorspronkelijk helemaal geen stelmogelijkheid te zitten in die in dat lage punt. Want ik bedoel, die sleutelbalk die leg je erop met het gat gewoon in het midden, klaar. Ja. Maar ze hebben hem hier wel 10 centimeter ingehakt, waardoor die balk natuurlijk gigantisch verzwakt is. En dat gat, dat is nu misschien nog maar 6 centimeter diep. En daardoor... Ja, liep hij eigenlijk alleen maar aan de bovenkant van die pen, waardoor hij hem helemaal opgevroten heeft. Dus er zal hier een stalen bus omheen gemaakt moeten worden. Dus. Nou. Het vreemde vind ik, Bart, dat hak je de sleutelbalk hak je in en dan ga je een plaat erop zetten. Ja, nee, want ik bedoel, hij is nu enorm krom geworden, zo om. Ja. Dus hij moet hier nog veel dikker worden. Ja. En dan ook, ja. Maar waarom hebben ze die plaat hem aangebracht? Of dat nou vanaf nieuw al zo... Het is ook een stalen plaatje eraan, hè? Geen idee. Bart? Ja. Is dat ook brons of zo? Nee, dat is ijzer. Dat is ijzer. Maar ik snap niet waarom die balk ingehakt. Nee, nee. De meest kwetsbare punt. IJzer op brons. Dat maatje. Heeft er ook op gezeten. En die heeft dat zo daarin gedraaid. En zodoende is het helemaal opgevroten. En dat komt op dit dingetje onder andere. Het is niet oud hoor, want het is een gelast hier. Ja. Dit hebben ze met schroeven, hebben ze dat daar op vastgezet. Ziet? Ja. Alleen zo om niet. Maar ja, ik kan natuurlijk niet die ballen zo om gaan verschuiven. Dat, nee. Zo mogelijk. Ik kan niet iets deze kant. En dan ga je een krikkie opzetten. Nou, voor nu even. Ga ik hem omkeren en daarna maak ik een mal van het hele ding. En dan ga ik naar de machinefabriek om te overleggen wat de beste manier is om hem... Ja, ik wil er een soort muts omheen maken natuurlijk. Ja. Ja. Ja, precies, want anders komt alles op die... Maar ik heb ook boven alles uitzitten stut, hoor. Je kan natuurlijk ja, ik heb gezien. De zaagvloer heb je ook helemaal opgevangen. Nou, extra. Die koningsbalk waar dit ondersteunt, ja, ja die hangt hierop. Dus anders moet je dat hele gewicht hier... Het zal heel erg vet zijn, maar... Kijk, dat het idee is wel origineel. Dat het geen eikenhout was. Oh nee. Ja, dat is wel eikenhout, maar ja, dan is het helemaal rood gekleurd door het vet, zeker dat die pen, of ze hebben er een nieuwe pen ingezet. Ja. Dit lijkt namelijk wel aanzienlijk. Ja, het zou ook nog kunnen, als die pen vernieuwd is. Nee. Nou ja, je komt er wel achter straks. Ja, ja, die van onze plaat ligt gewoon los.
Ja, ik heb geen idee. Dat is dus een, nee. Ja, het zou kunnen dat ze dus een nieuwe pen erin gemaakt hebben. Dit lijkt me nog wel eiken. Mijn band heeft het niet veel niet meer. Maar ja, wat mij nu ideaal lijkt, waardoor je alle euvels in één keer oplost, ja, is dit te laten maken. Dus een muts, ja, gelast aan een deze bronzen plaat vervangen door deze plaat met, ja, een kraagje eromheen dat die ook nog aan de buitenkant eromheen gaat. Dus dan vervang je deze klemband, ja, klemband, die tussenplaat, en je hebt weer en dan kun je dit natuurlijk laten draaien van massief, konisch, zo. Ja. Schuif je, steek je dat weer op vers hout en dan pam, erop. Ja. Dan wordt het hartstikke sterk. Ja, dat zal wel een duur dingetje zijn. Ja, precies. En ik zie ook nou waarvoor die uitsparingen waren in, ja, dat stelspul. Voor die bouten. Voor die bouten, ja. Want die zitten daar ook, die uitsparingen. Vanmiddag moeten we de thee al. Opgeschoven. Dat is natuurlijk wel zonde van mijn capeje. Ja. Er komt nou geen hout meer. Maar ja, die moet je opnieuw opvullen. En aan de voorkant klopt die nou ook. Wat een stuk opgeschoven, hè? Kijk, zoals hij nu zit, klopt hij ook. Want kijk, hier zit hij nu dicht. Aan de binnenkant. En die stond helemaal open. En aan de andere kant. Andere kant is hij vrij van de borst nou ook. Ja, kijk, dit was 10 centimeter, deze ruimte hier tussen. Ja. En nu is hij helemaal naar voren gegaan. Kijk, en nu heb je hier ook, kijk, je ziet ook die slijtsporen, zie je dat? Ja, ja, ja. Nou was dat met de laatste restauratie denk ik al opgelost, hoor, want hier heeft hij niet meer overheen gesleten. Maar dit is aanzienlijk vergroot. Ja, want hier zitten inderdaad slijpleken. Ja, maar dat was nu al niet meer aan de orde. Nee, precies. Je kan het hier ook. Ja, hier komt de trekstang in, hè. Ja, die klopt dan weer. Die komt hier op. Roosbout, om het maar eventjes netjes te zeggen. Dit wordt er weer gebruikt, Bart? Ja, 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 het is een beetje voor nou, ja, goed. Goed, ja, het ziet er hartstikke netjes uit. Allemaal FVS geloof ik daarom. Ja, eruit.